Om 12 uur hebben we hier de eindinspectie. Dus perfect nog in tijd. This is the moment for yourself. Zo, 3XL. Oh my god. Step into the love, join in a lie. It's gonna be a bumpy ride. But you will be alright. Just process. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We staan voor een hele bijzondere week, dus het is leuk dat je meekijkt. Ik sta nu in ons huis, als in ons koophuis, wat al sinds Rosa's geboorte van ons is. Het is een nieuwbouwwoning, dus we hebben ook de hele bouw meegemaakt. En dit huis hebben wij 2 jaar lang verhuurd gehad en vervolgens nog afgelopen drie maanden gemeubileerd verhuurd. En maandag gaat het over naar de koop van het huis. We hebben hier dus zelf nooit gewoond, maar wel een heel fijn gevoel bij dit huis. En heel dankbaar dat we dit toen konden kopen als investering. Ja, het heeft ons heel veel gebracht en straks gaan we dit huis eigenlijk inruilen voor een stuk grond. Daar komt het uiteindelijk op neer. Echt het allermooiste stukje van hier in Brabant, dus dat was echt super mooi. Ik ben hier vandaag om schoon te maken. De meeste meubels laten we hier achter en gaan gewoon naar de koper. Geven we over aan haar, omdat wij er geen ruimte voor hebben, maar omdat het ook allemaal dubbele meubels waren. En een aantal dingetjes halen we nog wel weg die we hier even hadden opgeslagen. Maar er moet natuurlijk wel worden schoongemaakt en alles netjes worden klaargemaakt voor de notarisoverdracht die maandag plaatsvindt. Dus dat is spannend. Komende week 2 notarisafspraken. Dat zijn de laatste 2 van de 4 die we dit jaar hadden. Dit jaar hebben wij 3 huizen verkocht. Klinkt heel luxe. Is het eigenlijk ook, maar was ook heel spannend en stressvol soms. De laatste 2 afspraken met notaris. En dan wil ik nooit meer te maken hebben met makelaars, notarissen, taxateurs, hypotheekadviseurs, bezichtigingen en al die dingen eromheen. Het was best wel een spannende periode, maar ik ben blij dat het allemaal achter de rug is. En wij ons ook kunnen gaan focussen op ons nieuwe huis. Nou, ik ga hier aan de slag. Feline die is met mijn schoonouders mee, want ze gaat op shoppen voor de verjaardag. Lana is even alleen thuis, we wonen hier namelijk vlakbij. En Rosa en Amy zijn hier dus met mij. Ik ga aan de bak en ik ga poetsen. Ik neem jullie komende week mee in deze best wel spannende week vol mijlpalen. Ik heb namelijk de auto mee, maar ik heb al heel veel dingen die nog in de was moeten en kleine prelaria die mee moeten hierin zitten. Dan loop ik even met de fiets. Zit Rosa hier. En dan ga ik even naar huis al een eerste lading thuis brengen. Het is middels de dag erna. Gisteren toen ik terugkwam van het schoonmaken, 3 uur of zo, heb ik nog even thuis met de meiden gespeeld. Tot Janiek terug was en zijn we gaan eten bij mijn schoonouders. En in de avond is Janiek nog een paar keer op en neer gegaan naar het andere huis om wat meubels te halen. En ben ik hier met de meiden geweest. Want in de avond gingen wij een vriendinnetje van Felina, haar beste vriendinnetjes, ophalen op de bruiloft. Dat vriendinnetje die haar ouders trouwde gisteren. Voor haar werd het natuurlijk veel te laat het feest. Dus hadden ze mij gevraagd of ik haar kon ophalen. Dat is natuurlijk het dilemma. Als je gaat trouwen, dan wil je natuurlijk een fijne oppas voor je kids. Maar vaak zijn er mensen die je dan zou vragen op je bruiloft. En Felina is een hele goede vriendin van, hun dochtertje is een goede vriendin van Felina. Vorige week was ze ook al komen slapen, dus waren wij natuurlijk de meest ideale daarvoor. Dus gisteren zijn we dat vriendinnetje gaan ophalen op de bruiloft. Superleuk, op een klein kasteel, dus we waren zelf ook eventjes daar. En die is lekker komen logeren, de meiden zijn inmiddels alweer lekker aan het spelen. En deze ochtend is Janiek weer een paar keer op en neer aan het gaan naar het andere huis. Omdat we alles met de auto op en neer doen, wat op zich prima kan. Het is heel dichtbij. Is het wel wat vaker op en neer. Dingetjes als de televisie, wat accessoires. Dat soort dingetjes komen ook allemaal terug. Dus vandaag staat een beetje een teken van alles hier weer krijgen. En ik ga vanmiddag dan nog naar de voetbalwedstrijd. En Rosa die ging mij aanvallen. Nou, inmiddels is er nog meer Playmobil in huis gekomen. Want Feline heeft dat voor haar verjaardag gekregen. Rosa vindt het ook erg leuk. Dit huis, heb ik dus op Vinted gescoord, echt super chill, is ze helemaal gelukkig mee. Ze heeft van familie nog dat prinsessen dingetje gehad, met een koets en paarden en weet ik het allemaal. Maar het hele gezin speelt ermee, inclusief mama.
zo leuk om dat allemaal leuk te organiseren en neer te zetten. Leuk hè, schat? Ja. En? Dat is voor het babytje, hè? Ja. En deze. Ja. Heel veel neergezet, zoals spelletjes waar we hier geen ruimte voor hadden. Onder deze leuke oldschool Scrabble, die hebben we ooit op de rommelmarkt gevonden. Er is zelfs eentje met van die randjes en je kan hem draaien. Dus dit is echt een deluxe versie. Dus we gaan even scrabbelen. Nou, nou, Nick. 7, hoeveel heb jij er dan? Ja, ik heb er 8, 9. Zo. Even kijken. P. Nou, ik had al een mooi woordje, dorpje. En ik speel inmiddels met Rosa, dus het is wel wat uitdagender geworden inmiddels. Ja, Rosa helpt ook goed mee. En inmiddels ontstaan er alweer woorden. Inmiddels is Lana ook weer begonnen samen met Roosje om haar kamer te herindelen. Nu er weer wat meubels bij zijn gekomen. Waaronder dit grotere bureau. Haar boksspringbed. Ze lag iets van een eenpersoonsbedje. Hier een ladekastje. Nou, ik heb daar heel veel wasgoed. Of eigenlijk allemaal dekbedden. En hadden wij zo een overschot. Dit is allemaal wat weg kan. En ik ben dus hier ook bezig met de boel te organiseren. Maar dat is ook een hele klus. Nou ja, dit kastje is er nu bij. Dus daar kan Lana ook het een en ander inzetten. Dus ja, het geeft ook weer, nou ja, weer wat meer van onze eigen meubels weer terug. En ruimte om te herorganiseren. We zijn inmiddels iets verder. Janiek is inmiddels naar de voetbal. Ik heb nog het een en ander opgeruimd in huis enzovoort. En ik ga even koken. Dus ik heb mijn haar lekker even vast gedaan. Ik ga een gehakt schotel maken. Met tortilla chips. Dat maken we eigenlijk altijd. Dat is echt super simpel. Dus ik doe er 1 courgette fijn bij snijden. Een uitje wou ik zeggen. Maar het is een flinke ui. En 500 gram gehakt. Tomatensaus, een beetje chili kruiden, paprika kruiden. En nou, daar ga ik dus iets heel lekkers van maken. Dus dan ga ik lekker mee aan de slag. Niet meer gefilmd, maar het was de saus dippen in tortilla chips, helemaal lekker. En je ziet alweer waar ik ben. Ik ben weer in ons huis in Vlijmen. De laatste dag dat het nog ons huis is. Janiek heeft vandaag allerlei dingen versjouwd. En ik ga nog even het laatste puntje op de i zetten met stofzuigen en de badkamer vooral. Want daar is toch best wel wat kalkaanslag. En dat wil ik toch even helemaal netjes wegkrijgen. Dus dat ga ik nu doen. Het is 9:30 s'avonds. Over 12 uur hebben we hier de eindinspectie. Dus perfect nog in tijd. Nu ben ik in de badkamer. Echt het meest smerige klusje ever aan het doen. Op mijn knietjes het kalk weghalen. Het gaat er goed af. Ik gebruik dit erbij. Met zo'n scrub sponsje. Ik krijg het goed weg, maar ik zit wel even op mijn knietjes. Het zit erop. Alles weer schoon. Dag huisje. Tot morgen voor de laatste keer. Ga ik nu lekker naar huis toe. Goedemorgen, je zag net een klein stukje van mijn workoutje. Ik ben lekker om 5:30 opgestaan, lekker gewandeld met Nico, gemediteerd, gesport, even geschreven in mijn journal, een kaartje vertrokken, lekker. Janiek is op zijn werk, die is om 4:00 vertrokken en die is om 9:00 weer terug. En wij hebben dan om 9:30
De afspraak voor de eindinspectie in het huis in Vlijmen en om 10:30. De afspraak bij de notaris voor de overdracht. En ik ga daar de meisjes naar school brengen. Dus ik ga even hun tasjes vullen. Ze hebben vandaag studiemiddag. Dus ze zijn om 12:00 al uit. Wel hebben ze om 4:30 zwemles. Dus we hebben even. Maar toen dachten we misschien dat we even een paar uurtje Efteling doen. Dus dat is nog even kijken of dat gaat lukken. Maar waarschijnlijk wel. Maar ik had dus met mijn goede gedrag lunchboxjes gemaakt. En die zijn helemaal niet nodig. Kunnen we wel meenemen naar de Efteling eventueel. Maar ja, dat is. Dus best wel spannende dag. En dan zijn we een paar dagen. Dus hebben wij geen bezittingen qua huizen. Grond. En donderdag is de overdracht. En notaris voor de kavel en de hypotheek voor het nieuwe huis. Dus dat is wel heel fijn. En spannend en bijzonder en alles van dat. Nou, de meisjes zijn op school en ik heb vanmorgen nog heel even wat boodschappen gedaan met Roosje. En we hebben net de eindinspectie gehad in ons huis in Vlijmen. En we gaan naar de notaris om echt officieel te tekenen en het aan de koper te overdragen. Dus dat is wel een mooie mijlpaal. Ja? Ja. Nou, afspraak bij de notaris is op. En nu wil ik even de tas aanpakken. Want dan gaan we vanmiddag om 12 uur met de meiden al uit. Ze hebben studiemiddag. Dan gaan we lekker een paar uurtjes naar de Efteling. Dus ik heb net wat boodschappen gehaald. Frikandelbroodje voor de kids. Fruit. Croissantje voor Rosa. Voor ons deze lekkere hapjes en dan een bakje met worstjes en dat doe ik dan nog kaarsjes bij. Nou, pakjes drinken was ik ook al aan het inpakken. En dan kunnen we lekker middagje naar de Efteling voordat de meiden naar de zwemles gaan. We zijn wat uurtjes verder. We hebben echt een superleuke middag gehad bij de Efteling. Daarna Feline en Amy naar de zwemles gebracht. Gegeten snel. En nu zit ik alweer in de auto voor mijn dansles. Dus ik ga mijn dansschoentjes aandoen en lekker dansen. Goedemorgen deze dinsdagochtend. Ik denk laat even mijn outfit zien. Dan moet ik even kijken of ik mijn camera ga zetten. Nou, je niet is even iets aan het passen. De meiden vinden het heel grappig, want hij had nieuwe kleren binnengekregen. Maar ik heb een nieuw jurkje aan. En ook nieuwe schoenen trouwens. De schoenen zijn van Scapino. Van mama Tamaris, geloof ik. Deze is van Shein. En hierachter is het ook heel gezellig. We gaan ze erbij naar school brengen. En Yannick moet voor campagne foto's outfits willen schieten. Volgens mij hebben ze de verkeerde maat gestuurd. Als ik in het bootje ga zitten, dan kan ik gewoon filmen. Zo, 3XL! Oh mijn god, dan ben je echt zo... Als ik op een bootje ga zitten, dan vang ik in één keer heel veel wind. Maar als je me in je broek doet, kan het dan? Als je me in een broek doet, dan komt hij onder mijn broekspijp. Skinny jeans met 3XL shirt. Oké, wie dan? Nee, maar het is voor mij een goede pyjama. Ja, het is straks wind, dus dan is het zo. Ja, ik zou even andere aandoen. Wij zijn weer even bij het kavel. De meisjes die zijn naar school. De school is echt hier een paar minuten lopen, afstand zelfs. We zijn wel op de fiets nu natuurlijk. Maar we zijn hier even campagnefoto's aan het opnemen voor Yannick. En nu zie je niet het huis, maar ik probeer hem daar zo te editen dat je op de achtergrond het huis gaat zien in de foto op zijn Instagram. Dus ja, ga daar vooral even kijken. Zo, wij zijn terug van de kavel. Ik heb heel even een uurtje gewerkt totdat Yannick naar zijn werk ging. En nu ben ik lekker met Rosa en haal ik straks de meisjes op. Yannick is op de muur vanavond werken.
En ik weet niet, maar Nico die wilde gezellig bij zitten. En dat mag niet. En wij gingen even lekker een boekje lezen, schat. Een boekje van Bill en Wil. Nou, ik ga lekker mijn tijd met Roosje besteden. En straks de meisjes halen enzovoort. Volgende week weer nieuwe updates, want komende donderdag gaan we naar de notaris. En is alles officieel rond voor het huis. Echt officieel, officieel, officieel. De laatste van 4 notarisafspraken dit jaar. Echt, hierna wil ik nooit meer naar een notaris, naar een taxatie, naar een makelaar. Al die dingen. Ik ben er even klaar mee. Na dit bijzondere jaar. Maar dat is donderdag, dus daar ga ik jullie volgende week wel meer over updaten. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan mis je geen enkele vlog van mij. Dankjewel voor het kijken. Doei!